Goedemorgen, wat een leven. Ik zal deze telefoon zo even op een ding koffie voor mij. Zo, ja. Dan kunnen we praten. Nou, ik ga niet lang praten. Het is nu 9:50. Ik was al op tijd wakker, ze zijn lang bezig. Zijn de koffie niet alleen dat, vooral e-mailen, collega's, leerlingen, lessen bekijken. Dus lessen op afstand, mijn haar. Nou goed, kijk, ik heb gisteren al mijn video's opgenomen. Zit ik klaar en lessen op. En dan zijn leerlingen nu, zie ik, zijn ze bezig. Dat gaat goed. Ik ben er zelf ook even in als leerling. Een mystery shopper leerling ben ik dan. En dat doe ik mee in de klas. Kan ik kijken hoe dat nou functioneert. Ik heb nu de V4. Je hoort aan mijn stem dat ik daar positief over ben. Die gaan goed. Andere klassen wat minder. Sommigen. Maar niet zeggen welke. Maar goed. Het is nu dus 9:50. Ik moet om 9:45 weer terug zijn. Want ik heb de HV5 klassen aangeboden. Dat ze ook, ze kunnen lessen up zelfstandig. Die lessen doornemen met mijn video's opnamen. Maar ik wil ook wel live met ze gaan programmeren. Dus degene die dat leuk vinden of die dat nodig hebben, die interactieve programmeerlessen, die kunnen zich aansluiten in de online lessen. Dus dan ben ik eigenlijk in tweeën gedeeld. Dat is wel bizar. Voelt ook gek, moet ik zeggen. Dat ik aan de ene kant praat in een videootje, aan de andere kant live praat op hetzelfde moment. Dus een soort quantum computer techniek. Volgens mij moet ik maar eens wat gaan doen. Ik ga nog even naar buiten. Dat verven heb ik net bekeken, laat ik je zo zien. Er moet nog wel een likje overheen. Het verven van gisteren gehaald. Was heel enthousiast en in het donker zag het fantastisch uit. Maar ik moet er nou nog een keer met dat wit overheen. Ja, zo. Nou, ik kom helaas niet verder dan even spullen klaarzetten. Op een kwartier moet ik dus online zijn. Kijk, dat gedeelte moet dus nog wit. Maar de rest, ik zal even inzoomen, dan zie je dus ook, je ziet het groen er doorheen komen. Nou, het is niet dat ik teleurgesteld ben hoor, maar een beetje wel. Nou, niet echt. Want ik weet ook dat ik nu daar snel, dus gewoon makkelijk is, daar nog eventjes overheen te gaan. Dus aan deze kant heb ik gisteravond dus ook helemaal gedaan. Tot half wel bezig geweest. Dus dat moet ik doen en schrootjes over de naden heen timmeren. Eigenlijk moet ik dat later doen. Ik moet eerst toch die verf af en dan kijk die lijntjes erin. Echt mooi, dat mooi afwerken qua steentjes. Dat kan wel echt later. Ziet er nou misschien niet uit, hè? En toch is het toch ook al leuk. Maar het wordt mooi, niet alleen leuk. Kijk, daar zit ik dan met mijn goede gedrag. Ik ben op televisie. Oh nee, dit is de online les. Zoals je ziet ben ik de enige in de online les, want ze hebben dus ook een les in lessen up, die zij zelfstandig kunnen doen en waarbij ik dus de instructie via een videootje geef. En ik geef ze dus de keus vandaag. Komen ze in deze online les met vragen, gaan ze interactief programmeren met mij of kunnen ze het doen met de uitleg van die video die net zo lang duurt uiteindelijk als de les. Dus ja, ik kan in de gaten houden, ze zijn ook wel bezig in die les. Dus tot nu toe kiezen ze dus duidelijk voor de zelfstandigheid, maar we zijn nu nog maar 6 minuten bezig. Dus het kan ook zijn dat ze nog in de video zitten te kijken en dat de uitnodiging om online mee te doen pas later in die video komt. We gaan het zien. En een feeling good. Ja, het voelt gewoon goed dit. Misschien de eerste keer dat ik denk van dit leren op afstand, dat ik tegelijk in het kamp toch mijn tijd kan besteden. Dat functioneert gewoon nu goed. Het is wennen voor die leerlingen ook, sinds die corona ook, want dan heb je een bepaald beeld bij dat leren op afstand en dat moet eruit. Dus het is gewoon de positieve kanten, de nieuwe dingen die je ervan kan leren, de andere manier van leren, dat we die ontdekken samen. Voelt goed op dit moment. Ik heb het idee, het gaat functioneren. Wat belangrijk voor me is, dat ik natuurlijk, ik ben blauw, ben smurf geworden. Nou ja, goed, ook belangrijk voor mij dat ik dus in deze, het is geen shitzooi, het is steeds minder een shitzooi, maar in deze mooie kampement, dat ik dat verder verbouwen en onderhouden kan en groepen kan ontvangen. Het heeft toch mijn hart, dat weet je, ontdek je. Dus ik wil hiermee verder, maar
hoe ik die twee werelden met elkaar kan blijven combineren. Ja, nou goed, deze week biedt goed materiaal om daarmee in gesprek te gaan met de school. Oké, tussen de lessen door ben ik naar Sloen gereden voor planken. En dit is wel echt stukken goedkoper dan in de bouwmarkt. Dit is een houtzagerij. Die hebben genoeg. Dit is allemaal voor de export. En dit is voor de import, oftewel dit is voor mij. Maar ja, dat wordt nog een gedoe, want ik heb die bus nog steeds niet. Olivier schiet toch niet echt op. Sorry Olivier, dat ik even negatief, maar ik vind dat het wat sneller mag allemaal. Ik ben nu 10 weken verder en ik heb nog steeds geen bus. Ik ga even kijken hoeveel planken van 3 meter ik hierin krijg. Voor de bedden op in de stal. Zo, een hele stapel. Zo, dat is echt veel. Dan moet je even netjes dicht krijgen, even vastbinden. En Samuel die zit al te wachten bij de bushalte, dus je moet maar even een half uurtje wachten helaas. Is maar dit even tot een veilig goed eind brengen. Let's shiggle the diggle. Dit kan ook alleen in Kroatië zo. Ik heb in Nederland nog nooit iemand zo rond zien rijden. Donderdagochtend. En er gaat iets fout. Met mijn kacheltje. De bouwput vanuit het raam gezien. En zo heeft dat vannacht gewoon buiten gelegen. Ik heb gisteren met Samuel van alles gedaan. Ik was heel druk met school. Ben tot 00:30 vannacht bezig geweest met school. Ik heb tussendoor niet eens tijd gehad. Gezien. Geen zin. Geen tijd eigenlijk, zullen we zeggen. Om te vloggen over de werkzaamheden. Dat wat we gedaan hebben beneden gisteren. Dus ik zal het zo even laten zien. Ja, wat een dag weer zeg. Ik loop nu naar buiten. Ik ga bezig. Het is nu 00:50. Ik ben mijn lessen eigenlijk klaar voor vandaag. Ik vind het vandaag beter gegaan dan gisteren. En dat is toch gek. Dat heeft vaak te maken met individuele situaties waar je dan tegenaan loopt. En waardoor je dan direct als docent. Meer collega's hebben daar last van. Als je een kleinere situatie moeilijk loopt. In relatie tot bijvoorbeeld één leerling. Denk nou dat loopt moeilijk, moeizaam. Dat je dat direct dan de rest van je dag kleurt. Terwijl je dan misschien 99% van al die andere dingen en leerlingen en klassen goed ging. Oké, dat was ik gisteren last van. Maar gisteren ook druk met gebouwd beneden. En druk met lessen en vergaderingen ook nog tussendoor. Echt ging op het gegeven moment een beetje spaghetti door elkaar lopen hoor. Moe. Van wet. Ik ben 00:30 bezig geweest om lessen klaar te zetten. Daar heb ik nu profijt van. Ik ben wel tot nu 1 uur intensief bezig geweest aan de computer online. Met leerlingen, collega's overleggen, e-mail beantwoorden, lessen volgen, monitoren, lessen geven, overleg met in teamverband en bla en die bla. Zoals mijn collega Steven, die nu ook zeker kijkt, altijd zegt. En wat ik dus van hem heb overgenomen. Ja, het is druk. Dus ik ga nu naar buiten. Ik ga even verder in onze bungalow. De varkenshok, wat omgebouwd wordt tot bungalow. En Samuel en ik, we zien het alle twee zitten dat het gewoon mooi wordt voor het weekend. We'll see. Nou, daar gaan we dan. Ik ben bijna zelf benieuwd wat ik hier aan ga treffen. Gisteren in het donker natuurlijk gestopt. Toen naar Carlo was gegaan, nog spullen gehaald. Veel spullen. Jullie zien eerst die planken die ik gisteren opgehaald heb. Toen ben ik begonnen te schaven en toen was mijn schaafmachine stopte ermee. Ja, dat was erg deprimerend ook weer. Toen ging ik met schuurmachine bezig en dat werkte ook niet goed. Dus daarom ben ik ook naar Carlos gegaan. Ik ga een nieuwe schaafmachine kopen. Dus we hebben veel geld kwijt. Goed, whatever. We hebben toch wel veel gedaan, ondanks mijn gemopper. Want dan zou je niet zo'n bende liggen. Ik zal even kijken wat we ook alweer gedaan hebben. Dit hokje is, die is niet klaar, maar die muren, die zijn toch van mooi geworden. Mooi strak wit, het is gewoon vieze oude varkensscheur, man. Oké, dit heeft Samuel gisteren mooi in de latex, heet dat in Nederland, gezet. Gewit, gekalkt. Ik ga er nog eventjes lichtjes overheen om het nog strakker te krijgen. Ga ik zo doen. Maar, kom je bij het andere hokje, dan kregen we bijna spijt.
dat we hier zo'n mooie muur van hebben gemaakt. Want het kan, ja, mooi hè, dat is een kwestie van smaak. Kijk maar, kapotte ding-dong-dengel. Kijk, deze muur die kennen jullie nog wel. Dat is dat piepschuim, moet even kruipen onder de ladder doen. Dat was dus mooi. Dat is, ja, dat is gewoon veel makkelijker natuurlijk. En strak en recht, gewoon piepschuim, motiefje plakken. De andere kant hebben we schoongespoten. En heeft Samuel een of ander goedje opgesmeerd. Azuur. En nu zie ik wel dat er gekke vlekken, maar het komt door de hoge drukspuit. Geen gek motief opgekomen. Hier ga ik nog een keer dat laat ik zo overheen doen. En het eigenlijk ziet het er niet uit. En dat maakt het eigenlijk ook wel weer mooi. Dus ik heb besloten deze muur voorlopig even zo te laten. Dus dan heb je deze kant, heb je dit hokje, heb je dus, is iets groter. Ik heb deze kant die muur die ik nog verder ga verven. En met een tegenover dit. Nou, je kunt er misschien wel twee bedden. Ik kom bij het derde hokje. Toen dacht ik van, weet je wat, Samuel? Spuit je ook maar helemaal schoon. Zet je helemaal ook maar in dat lazuurachtige, weet ik veel hoe dat heet, ding, spul. En nou ja, dus dit is allemaal hout. En dan heb je dus wel echt een stal, een varkenshok, waar je dan lekker kan slapen in een varkenshok. Kijk, als het maar schoon is. Ik ga dus, hier zie je helemaal vlekken nog. Dus dat is, heeft hij in het donker, was het vrij donker. Dus dan krijg je kunstlicht en dan zie je het niet goed. Dus ik ga je nog eventjes verder wat dat goedje opsmeren. En volgens mij wordt dat mooi. En dan ga ik de vloer, die wordt wit met blauwe tegeltjes. En nou, zo kijk je dan naar boven en daar gaan we bedden maken. En ik denk dat het eigenlijk wel een hele leuke bungalow gaat worden. Maar dan moet ik snel aan het werk. Oké, nu deze muur opnieuw ingesmeerd. En dan zie je het verschil tussen de muur die nog... Dit is toch één keer gedaan en dat wordt helemaal ingezogen, het spul in het hout. En dan tweede keer en dan kijk hoe het nu opdroogt. Ziet er zo netjes uit. Zo, even kleine pauze om te genieten van het uitzicht. Kijk eens even, ik heb mooi die schrootjes tussen gedaan en die horizontale lijnen die ga ik afkitten. Met kit dus. En ik heb ze ook helemaal geverfd weer opnieuw, die platen. Dus ze zijn mooi wit nu. Ja, ik ben lekker bezig. Ik heb beneden die stallen in de opnieuw in de verf gezet. In de bruine verf. Nu aan deze kant nog even. De overkant hebben we nu ook schrootjes. Ja, wordt echt een stuk netter. Nogmaals, die structuurtjes die ga ik nog helemaal fine-tunen met lijntjes. Ga een keer doen. In mijn vrije tijd, alsof ik die heb. Alsof ik die niet heb. En wat ik nu ga doen, ik ga bezig planken al schaven. Met mijn machine, kijken. Een beetje sorteren bovenop. Kijken hoe dat eruit komt te zien. En waar dan uiteindelijk hier bedden komen. En waar de trappen komen. Dus meerdere trappen komen. Oké, dit is mijn apparaatje. Plank. En doen mijn nek. En als het goed is kun je dan meekijken terwijl ik aan het werk ben. Het is in ieder geval leuk om te proberen of het werkt. Houston, we've got a problem. Nou, ik zie een probleem, maar ik kan niet kiezen. Dat is ook een probleem. Jawel. Kijk, dat licht komt een vloer. Als ik hem hoor. Nou, ik heb in ieder geval wel gekozen om niet het hele plafond hier. Die vloer, dat zou vanaf de zolder zou natuurlijk perfecte oplossing zijn. Eén trap, vloer, bedden, klaar. Maar vanaf beneden, het is het idee, dat is gewoon te laag. Je loopt met je hoofd hier door dit gat heen. Is een hokje, dat kun je niet zien. En dus dat is niet het idee. Dus ik moet een puzzel maken. Een puzzel hoe ik zo weinig mogelijk planken toch. Zoveel mogelijk bedden. Maar het moet wel veilig. Het moet niet het bed uitvallen. Nou, dat is nog wel iets om te bedenken. Maar er moet ook zo weinig mogelijk trapjes.
6 meter in de lengte en is het 3 meter breed. Nou ja, komt wel uit. Ha, mooi op. Nou, het lijkt me een gigantisch bord dit. Zo. Het is gewoon een portie lasagne in totaal 500 gram. Ik ga het even uit beeld. Ik ben een beetje mentale inzinking. Inzinking is misschien wat te zwaar, maar ik weet niet. Ik heb misschien het idee dat het komt. Het komt allemaal op gang. Het gaat werken. Er is ineens heel veel dingen die ik tegelijk zou kunnen doen. Hè? Die vloer boven leggen, beneden zou ik een vloer leggen. Die muren in de verf. Dat krijg je ineens... een beetje tot zijn recht alles. Dan zou je zeggen, nou word je er vrolijk van. Ja, maar dan heb ik iets van, wil ik het allemaal tegelijk. En dan kan het niet. Het blijft gewoon dat geduld bewaren voor elk latje, voor elk, alles wat je doet, moet je dat geduld kunnen opbrengen. En dat is niet altijd even makkelijk, merk ik. Vermoeidheid te maken, dus ik 5 uur ben ik maar naar binnen gegaan. Het is nu, wat is het, 6 uur geweest. Ik denk even eten, dat helpt ook wel weer. En dan ga ik nog wel even verder. Ik heb morgen is het vrijdag, vandaag is donderdag. Ik heb morgen nog 3 lessen, dus die moet ik alle 3 nog klaarzetten vanavond. Maar dan is het voor mij ook weekend, zie ik ook naar uit. Zo, een witte vloer. Nou, het is nog donker, dus het is echt een wit hok hier. Een soort isoleercel geworden. Dan komen daar houten plint omheen natuurlijk en met blauwe tegeltjes ga ik natuurlijk verven. En ik ga door met mijn pannenkoekmix naar de andere 2 hokken.